Afgelopen vrijdag hoorden Luciano en Lilou dat zij een felbegeerd plekje hebben bemachtigd in de halve finale van Holland's Got Talent. De piepjonge breakdancers zijn met hun 7 jaar de allerjongste van de 30 kandidaten in Europa zijn. Maar het duo doet zeker niet onder voor de rest. Luciano en Lilou zijn nog maar 7 jaar oud, maar breakdansen kunnen ze als de beste. Bij hun auditie ging het dak er dan ook af. En ook de jury twijfelt geen moment. Ze zijn door. Ik vind het fantastisch wat jullie doen. Hartstikke goed. Jongens, toppie. Ja. Ja of nee? Ja. 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 Slechts 30 kandidaten kunnen door naar de halve finale van Holland's Got Talent. De twee piepjonge, maar o zo stoere talentjes oefenen thuis dan ook keihard op hun act. De twee zijn allebei helemaal gek van breakdansen, maar Lilou heeft wel een hele aparte reden. Nou, dan kan je heel veel van bewegen en dan word je soms dunner. Word je dunner? Ja. Omdat je later kan je veel geld mee verdienen. En, ik vind het leuker dat je lenig en dun wordt. Breakdancen is Lilou met de paplepel ingegoten. Op 1-jarige leeftijd leerde hij al zijn moves. Hij vertelt trots dat hij zelfs in zijn moeders buik al bezig was. Zijn moeder is namelijk ook breakdancer. Ik zat in mijn moeders buik. En toen ging mijn moeder breakdancen. Nee. En toen ik uitkwam, was ik 1 jaar. En toen ging mijn moeder het leren voor mij. Nou, ik gaf vroeger breakdance les. Dus ik nam hem altijd gewoon mee. En na jams nam ik hem altijd mee, hoe klein die al was. Vanaf 1,5. En hij ging er gewoon tussen al die jongens. Gingen die er gewoon tussen staan en deed gewoon zijn ding. En de moeders, die zijn natuurlijk apetrots. Dat is echt droom bijna, hè? Ja, ja. Zeker. Ik had het gewoon niet eens durven te dromen. Het is echt, echt geweldig. Wij zijn Lilou en Luciano en We Got Talent.